Laten we beginnen bij het begin, namelijk in Zaventem, waar we vertrekken naar de luchthaven van Heraklion en van daaruit naar ons hotel Vasia Village zullen gebracht worden dat gelegen is op een dertigtal minuten rijden in het dorpje Sissi. Een kleine rondleiding in het hotel brengt ons langs de lobbybar en het restaurant, om daarna via de tuin langs het kinderzwembad met octopus, het zwembad met de glijbanen, tot bij het grote zwembad met bijhorende bar terecht te komen. We maken een wandeling langs de rotskust richting Malia, een dorpje verderop gelegen. In de tegenovergestelde richting wandelen we richting Sissi en stoppen onderweg bij het autoverhuurbedrijf Mavis om een wagen te reserveren voor de volgende 3 dagen. Ik had goede recensies gelezen over dit bedrijf en deze blijken te kloppen. Je wordt er vriendelijk onthaald in de eigen Nederlandse taal en het is er niet zo duur. Wij betalen voor een Fiat Panda voor de 3 dagen 94 euro een al-in-verzekering ter waarde van 21 euro inbegrepen. En dan verder naar Sissi, dat oorspronkelijk een klein vissersdorpje was. Het dorpje is gelegen rondom de haven met leuke terrassen. Zwemgelegenheid is er op het kleine strand in de haven zelf of buiten het dorp in de oostelijke richting.
Deze nog recent gebouwde kerk is toegewijd aan Helena, de moeder van keizer Constantinopel. Helena wordt vereerd omwille van de belangrijke relikwieën die zij bezat, waaronder het Heilig Kruis van Jezus. Ze bewaarde het in haar slaapkamer, die nu deel uitmaakt van de bekende kerk Santa Croce in Rome.